En de leden van de Rosebel Gold Mines, werknemersorganisatie RGWO, voelen zich aan hun lot overgelaten door de directie. Dat zegt de woordvoerder Otmar Biswane. Volgens hem treft het directieteam van Rosebel geen concrete maatregelen om de veiligheid van de werknemers te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Biswane geeft aan dat er in Canada wel maatregelen worden getroffen. Er was een geval in Ontario, Canada, waarbij op het hoofdkwartier één persoon besmet was geraakt en men heeft de hele office gesloten. Mm-hmm. En hier zijn er al zoveel besmettingen en men probeert gewoon door te werken alsof er niets aan de hand is. Dat vind ik wel erg. Yeah. Dus men mag zich helemaal geen zorgen om de veiligheid van de werknemers. Yeah. Maar vandaar dat de werknemers ook in beraad zijn gegaan. Als u dat zo hoort, heer Biswane, wat gaat er in u om? Wat er in mij omgaat? Ja. Ik vind het heel erg, omdat ik vind dat de overheid ook wat van zich moest laten horen. Wij moesten juist het pad opzoeken om instanties te zoeken, mensen oproepen via de media, om gehoor aan ons te geven. Ja. Ik vind dat de overheid al lang moest inspringen in deze kwestie. Sinds de eerste dag dat ze dat hoorden, moesten ze inspringen. Rosebel Country Director Sharmila Jadnanan Singh geeft aan dat de bond het pad van dialoog heeft verlaten en zelf voor de consequenties moet instaan. Verder voert zij aan dat het bedrijf wel degelijk, zowel nationaal als internationaal, de COVID-19 voorzorgsmaatregelen in acht heeft genomen. Ook voor onze site in Afrika, voor hoofdkantoor in Canada. Canada heeft natuurlijk geen mijn. Dat hebben Rosebel, Suriname heeft dat wel. Afrika heeft dat wel. Dus enigszins aangepaste protocollen voor waar er geproduceerd wordt, waar er met meer mensen gewerkt wordt. Ja. Maar in Paramaribo, ons kantoor in Paramaribo, is ook gesloten. Alleen essentiële werknemers die komen daar als het hoog nodig is en noodzakelijk is dat ze komen werken. Dus ik heb al aangegeven dat de essentiële werknemers werken. Dus we hebben dat al teruggebracht. Het kantoor in Paramaribo is gesloten. Alleen mensen die daadwerkelijk en noodzakelijk werk moeten verrichten, gaan er naartoe. En voor Rosebel Mindsite is hetzelfde. We hebben ervoor gezorgd dat van 1900 ongeveer 1100 mensen werken. Dus, en de rest van de werknemers, of ze werken van huis uit, of ze werken niet en ze worden doorbetaald. Ja. Dus er is geen verschil en het gaat absoluut niet over wie wat waar besmet is geraakt. De maatregelen gelden voor alle sites en voor alle werknemers. Volgens de bond heeft het COVID-19-managementteam vandaag een oriëntatiebezoek gebracht aan de plant. De country director is daarvan niet op de hoogte. Zij zegt dat de directie een medisch team van het Academisch Ziekenhuis op de plant heeft gehad. De bond vindt dat de slaap- en eetruimtes gedesinfecteerd moeten worden, gezien het feit dat er werknemers besmet zijn geraakt met COVID-19. Volgens Jadnanan Singh is de situatie vanaf de maand maart aangepakt. Biswane spreekt dit tegen. Omdat het, gezien de situatie nu on site, dit COVID-gebeuren is denk ik sinds maart heeft het een echte intrede gedaan in Suriname, als ik dat goed heb. En ik denk dat het bedrijf, we zijn nu in juni. Yeah. En als je bepaalde veiligheidsaspecten niet in place hebt, dan ben je dan niet up-to-date om de werk, om de veiligheid van de arbeiders, qua gezondheid ook, te waarborgen. Gezien dat er nu eigenlijk zo'n multinational, dan verwacht je dat men alvast een quarantaineplek voor de werknemers zou realiseren. Maar dat is nooit gebeurd. Er is gewoon een 20-voet pre-camp container hier gezet on-site, gewoon langs het bos, waar er helemaal geen verlichting is, als quarantaineplaats opgezet. Dus men voldoet helemaal niet aan de veiligheidsvoorschriften van de COVID-19 management team. Ja. En ik denk dat ze wel was voorgehouden door het COVID-management team, maar men heeft gewoon niet daaraan gewerkt.
Country Director Jatnanan Singh benadrukt dat de directie altijd heeft opengestaan voor dialoog met de bond. Het laatste gesprek is gevoerd op 7 juni, waarbij de bond enkele voorstellen van de tafel heeft geveegd en daarna in actie is gegaan. In de week van 7 juni hebben partijen met elkaar gesproken over de herverdeling van kamers. Er is toen door Roosevelt aangegeven dat we graag willen naar 1 persoon per kamer. Dat gesprek is op 7 juni geweest met de vakbond. Op 11 juni hebben we dat ook met de medewerkers gedeeld. De medewerkers zijn geïnformeerd. Maar daarvoor hebben we dus geen medewerking gehad van de vakbond. Dat wil zeggen 1 werknemer per shift op de kamer. Dat is iets wat nog uitstaande is en daar moet een oplossing voor komen, omdat dat onderdeel moet vormen van het algeheel van preventieve maatregelen. Dat wil zeggen 1 werknemer per shift op de kamer. En de bond heeft dat niet goedgekeurd? Nee, we hebben geen goedkeuring van de bond daarvoor. Naast de maatregelen die we reeds besproken hebben, hebben we met de vakbond gesproken over nieuwe normen voor de toewerking van kamers. Daar is met de vakbond over gesproken. Vervolgens hebben we dat gecommuniceerd met de werknemers. Het streven is om 2 personen per kamer. Dat wil zeggen 1 tijdens de nachtdienst en 1 tijdens de dagdienst. Ja, ja.